Welkom bij Rivierenland in Zaken. Twee mooie onderwerpen. We gaan het eerst met het warme weer hebben over een nooddouche. En een koude douche is welkom. En vervolgens gaan we ook praten over slimmer bezuinigen. En dat doen we onder andere met LED-verlichting en zonnepanelen. Het komt er allemaal aan in deze aflevering van Rivierenland in Zaken. Dagelijks worden we overspoeld met informatie over zonnepanelen en besparingen die te halen zijn. Ja, ad hoc wordt besluit genomen om gebruik te maken van subsidies. Ja, de vraag is natuurlijk, is dat nou korte termijn politiek? Ik heb aan tafel twee mensen die er alles over weten. De heer Frans Boom, hij is directeur van IQ-projecten Frans. En we hebben Erik Hirsch. Heren, hartelijk welkom. Dag Ton. Dag Ton. Nou Frans, om maar te beginnen, is dat korte termijn politiek? Ja, dat is korte termijn politiek. Zonnepanelen die moet je niet op een dak zetten die er misschien niet geschikt voor is. Hoe weet je dat? Nou ja, er zit een bepaald gewicht aan. Dat moet de constructie van een dak bijvoorbeeld kunnen hebben. Dat kun je laten onderzoeken. Maar zo zwaar is zo'n zonnepaneel toch iets? Ik hoor dat het hele lichte dingen. Ja, maar het begint toch wel met een 20 kilo per vierkante meter. Ja. En betekent dat je eigenlijk een paneel niet op ieder dak gewoon zonder meer kan plaatsen? Ja, dat kan, ja. Als de constructie het niet kan houden, zou je dat eerst moeten onderzoeken. Maar de constructie van een dak? En wat er dan, heeft dat ook te maken met wat er op het dak ligt? Of dat er riet is of pannen of whatever? Ja, heeft er zeker mee te maken. Hè? En ook de leeftijd van de dakbedekking aan zich is ook belangrijk, als mede de dakhelling. Ja, en dat gaat allemaal om die bezuiniging van die energie. Hè? Is dat dan het enige waarnaar gekeken wordt? Nou, je moet naar het hele gebouw kijken. Dat is ook eigenlijk onze kracht, zeg maar. Dat we verschillende disciplines bekijken, waaronder warmtepompen. Misschien een LED-verlichting en aangepast kan worden. Ja, ik ben een leek, ik heb gewoon nog centrale verwarming thuis. Maar wat is een warmtepomp? Een warmtepomp is in basisprincipe een pomp die werkt alleen op elektriciteit. Gas is niet nodig. En die gebruikt eigenlijk de warmte van de aarde om daar zeg maar op een gelijkmatige manier zijn warmte uit te halen en die te verdelen aan de woning. Oké, dus dat betekent, maar dan praten we dus niet meer over zonnepanelen. Of heb je die ook nodig voor die warmtepomp? De warmtepomp, wat we zeiden, die draait inderdaad op elektriciteit. Dus automatisch heb je die zonnepanelen nodig. Oké. Nou, maar de vraag is hoeveel en in welke hoeveelheid? Ja, het monteren is dus een probleem, hoor ik ineens. Het bezuinigen. En je zegt dus, we kijken naar het hele pakket. Ja. Nou, het monteren hoeft geen probleem te zijn als je vooraf goed onderzoek doet. Ja. Dan is er niks aan de hand. Ja, en dan kijken we ook nog even een stapje verder. Hè? Ja. Ja, dan bijvoorbeeld als je LED-verlichting neemt, heb je minder energiegebruik. Dan zou je ook minder zonnepanelen hoeven investeren. Dus verstandig is eerst LED te nemen en dan te kijken hoeveel zonnepanelen er nodig zijn. Oh, dan moeten wij... Ja, Tom, dat zit hier niet goed. Oké. Dus wat gaan we eraan doen? Nou, ik vind het eigenlijk wel een mooie gelegenheid om eens bij jou een proefprojectje te maken hier. Dan kan je eens het verschil zien en dan zal je ook zien dat je stroomrekening zal zakken. Praten we nou ook niet, want je hoort zoveel over die bezuinigingen. Iedereen heeft het erover. Is er ten aanzien van die panelen niet ook een bepaalde wildgroei in de markt op dit moment? Ja, er zijn natuurlijk allerlei producten die inferieur zijn, die kwalitatief eigenlijk niet verantwoord zijn. Maar er moet gewoon een keur aan zitten, een Europese keur. Daar herken je het aan. Ja, is er sprake van vakkennis? Want het is natuurlijk eigenlijk een nieuwe business. Ik denk dat de kracht van het slimmer bezuinigen, zoals wij dat aanbieden, dat ligt, is gegeven dat we het hele gebouw en het hele proces bekijken. Van de verlichting tot aan de warmtepomp, tot aan de cv, tot en met de dakhelling en de constructie van het dak aan zich. Dat vraagt om een gedegen vakkennis. Is die vakkennis nu ook aanwezig bij de nieuwere generatie? Meestal is dat per product. Dus één weet heel veel over bijvoorbeeld de warmtepomp. En de ander die weet heel veel over de LED-verlichting. Maar er zijn er maar weinig die combinatie in de gaten hebben. Dus dan heb je bijvoorbeeld te veel zonnepanelen genomen omdat je de LED-verlichting niet hebt aangepakt. Kan zelfs verkeerde volgorde van investeren. Ja. Je wilt er nog wat zeggen? Ja, er kan zelfs sprake zijn van interferentie op een gegeven moment. Wat is interferentie? Dat je te veel zonnepanelen gebruikt voor de hoeveelheid elektriciteit die je hebt. Of een verkeerde verlichting hebt in combinatie met je zonnepanelen. Dat het een zeg maar gaat storen zelfs op de andere.
Oké, met andere woorden, dus waar we eigenlijk mee begonnen is ad hoc besluiten om maar een paar zonnepanelen te kopen. Dat is toch niet verstandig. Een beetje te kort door de bocht. Dat is te kort door de bocht. Heren, nou, ten aanzien van je aanbod om wat aan onze verlichting te doen. Die staat, Tom. Die houden we in de gaten. Die houden we erin, ja. Als wij volgende keer beter te zien zijn, dan kunnen we dat jullie verwijten. Ik ga je hartelijk voor de bedanken. Voor de namens, hè. Ja, ik ga je hartelijk bedanken en heel veel succes wensen. Dank je wel. Dank je wel, Tom. Ja. Steeds meer kleine bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond en vaak slimme ondernemers die creatief en vindingrijk zijn. Hier, zo viel ons oog op een initiatief over nooddouches. En de dame die daarvoor verantwoordelijk is, een Tielse dame, die zit hier aan tafel. En dat is Monique. Monique, bijzonder hartelijk welkom. Dankjewel. Waar komt het idee vandaan? Nou, wij zijn een installatiebedrijf. Wij constateren dat steeds vaker, dat mensen tegenaan lopen, dat ze niet weten waar ze moeten gaan douchen als ze de badkamer verbouwen. Ja, en toen dacht je, daar moet een oplossing voor komen. Precies. Ja, waarom doen mensen dat eigenlijk zelf niet, een soort nooddouche creëren? Nou, ten eerste, je moet het aanschaffen. En je moet ook, de installatie moet goed gebeuren, want je wilt eigenlijk geen lekkage in huis hebben. Dan wil je wel iemand met verstand van zaken. Ja, en we hebben zo'n plaatje van zo'n ding. Hebben we dan? Wat ik mij afvroeg, is dit allemaal een groot apparaat? Hoe krijg je dat? De meeste mensen die, als ze gaan verbouwen, dan plaatsen ze hun ding op zolder. Klopt. Hoe krijg je dat ding op zolder? Nou, dit is toevallig ook op zolder. Die cabines zijn modulair. Dus wij brengen al die onderdelen naar boven. En op de plek waar het komt te staan, daar bouwen we hem op. En, okay. En dan wordt die geïnstalleerd. Ja, en dan over de installatie, want de vraag is, kunnen mensen dat dan eigenlijk ook niet zelf? Maar er komt er nog wat bij kijken, bij die installatie. Er komt inderdaad wat bij kijken. Af en toe moet er iets worden aangepast. Er wordt bijvoorbeeld af en toe bijvoorbeeld een theestukje tussen gestopt. En als we weer weggaan, dan blijft dat wel zitten. Want ja, wat je eruit zaagt, kan je natuurlijk niet terugplaatsen. Je praat over de afvoerleidingen. Precies, ja. Wat is je doelgroep dan? Nou, doelgroep is heel breed. Want iedereen die bijvoorbeeld hun badkamer verbouwt, kan zo'n mobiele nooddouchecabine plaatsen. Kunnen ze gewoon lekker thuis blijven douchen. Maar ook als je bijvoorbeeld tijdelijk medisch gezien niet naar boven kan, kan je beneden ook bijvoorbeeld in de keuken zo'n cabine laten plaatsen. En dan kan je toch nog lekker elke dag douchen. Iedereen wil het natuurlijk altijd zelf graag doen, maar is er een certificering vereist? Nou, wij zijn een gecertificeerd installatiebedrijf. En dat betekent dat wij het kunnen plaatsen zonder dat er lekkage ontstaat of andere problemen. Oké, want anders is er ook nog iets van aansprakelijkheid, neem ik aan. Precies, ja. Nou ja, dan de toekomst, hè? Hoe zie jij de toekomst voor je met je nooddouches? Nou, op dit moment zijn we hartstikke blij met de aanmeldingen die we krijgen, die we hebben. Maar wij gaan voor een fulltime business. Een fulltime business. Nou, ik stel voor dat we je over 5 jaar weer uitnodigen. En dan gaan we horen of het allemaal verlopen is zoals jullie dat in gedachten hadden. Ik vind het in ieder geval een leuk initiatief. Ik ga je bedanken voor je aanwezigheid. Graag gedaan, Tom. Dit was Rivierenland in Zaken. Uiteraard zijn we de volgende keer weer met nieuwe onderwerpen. Wilt u tussentijds contact met ons houden, dan kan dat. www.regiotvtiel.nl. Dank voor uw aandacht en tot de volgende Rivierenland in Zaken.